Video. Vandaag ga ik mijn kamer cashproof maken, dus decorate with me for Christmas 2019. Ik heb er heel veel zin in. Elk jaar doe ik dit eigenlijk wel. Ik vind dat gewoon gezellig en zoals jullie misschien al wel weten, ik hou van gezelligheid. Cozy dingen, lampjes, glitter, al die meuk wat eigenlijk met kerst te maken heeft. Dus ben jij benieuwd hoe ik mijn kamer cashproof ga maken? Blijf er vooral zeker even kijken. En misschien ook handig voor de mensen die zelf ook een hele kleine kamer hebben. Ik heb een kleine kamer, ik heb geen grote kamer. Misschien dat dit inspiratie kan geven of brengen bij jou. Dus blijf vooral zeker kijken, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan gaan we snel beginnen. Oké, zoals ik al zei, ik heb dus een hele kleine kamer. En dat is soms best wel lastig, want het liefst wil ik gewoon een grote boom. Nou ja, een grote boom, weet je wel, gewoon zo'n mooie, ja, staande boom die gewoon mooi kan staan. Lekker logisch. Met heel veel ballen, cadeautjes eronder, helemaal leuk, allemaal lampjes en gedoe. Maar dat gaat hem gewoon simpelweg niet worden. Dus we gaan het met wat kleinere dingen doen. Ik ga het niet te veel opproppen allemaal in mijn kamer. Dan wordt het nog kleiner van. Dus ja, we gaan het simpel houden. Maar toch heel erg gezellig en kerstachtig. Dus laten we snel beginnen. Goed. Ik heb alles wat ik al had en kerstspullen heb ik op mijn bed gelegd. Dit is namelijk mijn boom. Ik heb een hele kleine boom. Die moet ik nog even goed doen. Het is een beetje in elkaar gepropt. De slinger, ik ga wel weer voor mijn lichtrozige boom, want dat vind ik heel erg schattig. Ik heb nog wat rende ballen, ik heb nog wat kaarsen en hier ook nog heel erg leuk zo'n kaarsen ding. En nog zo'n andere boom waar je ook dingen weer op kan doen. En nep sneeuw, want ik wil mijn boom gaan besprayen met witte sneeuw. Want ik vind dit zo'n neppe groene kleur, past zo niet bij mijn kamer. Dus ja, liever wat witter. Dus laten we beginnen. Christmas.
go. Let it snow, let it snow, let it snow. Dat was alweer de video. Ik hoop dat jij hem leuk vond en dat je inspiratie hebt opgedaan. Ik ben er helemaal blij mee. Echt, ik hou van lampjes en gedoe. Dus, yay! Ready for Christmas 2019. Heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!